De olifanten. Naast hen woonde de professor in de Maleise talen. Een self-made man, een planter die zich in de oost op Sumatra het Maleis eigen gemaakt had. Hij had later nog wel gestudeerd ook en er was niet veel concurrentie in dit vak. Hij was niet getrouwd, hij woonde met zijn zoon samen. Een oudere vriend van Charles die met hem in dezelfde klas zat. De jongen kon niet goed leren. Hij was erg donker, een zoon van een inlandse vrouw, voor haar sprak nooit iemand. Door de vader geëcht, een voorkind. De professor maakte de indruk van een wat verwaarloosde oude man, niet erg schoon in de kleren. Zijn leven was ook niet vlekkeloos, zeiden de mensen. Charles kwam er graag. Zo na school, met zijn vriend mee. De beide jongens holden altijd dadelijk door naar boven, naar de studeerkamer van de professor als hij thuis was. Daar waren ze ineens volwassen en mannen. Ze zaten met hem op makkelijke leren voet thuis om een lage tafel heen. Ze konden roken als ze dat wilden. Als ze maar bleven. Als ze maar luisterden. Hij vertelde zo graag. Hij had een onuitputtelijke voorraad verhalen. Alles wat hij zelf meegemaakt had in een lang leven. Maar ook verhalen die hij gehoord had of gelezen had. Mensen in bonte rij. Avonturiers, boeven, dieven, moordenaars, de worgers. Met hun zijen halsdoekje doen ze dat. Maar dat was in Brits-Indië. Tovenaars, kluisenaars, krijgslieden, veel vrouwen, prinsessen. Hij zei altijd kratonprinsessen, danseressen, courtisanen, wijze vrouwen, uitvaagsel van de straat. Tegen de achtergrond van een kraton, een tempel, een bos. De vreemdste landschappen soms. Ergens diep in een grot verstopt stond het oeroude houtafgodbeeld, verguld, met smaragden voor ogen. Die lichten zo vals en groen op in donker. De twee grootste smaragden ter wereld. Door een koningscobra bewaakt. De cobra kreeg ervoor melk met veel opium erin te drinken, daar houden ze van. Intussen, het ene oog was er al uitgelicht toen. Nou, pa, zei zijn zoon dan wel eens, dat is toch niet bij ons op Sumatra? Professor schrok dan even. Met een tijd ging hij weer rustig verder. Hij werd er ook niet boos om. Hij was een groot jager geweest, zei hij. En hij vertelde van alle dieren. Een van zijn standaardverhalen ging over olifanten. Op Sumatra, vlak bij mijn onderneming in de buurt, begon hij dan. Daar wilde Marijse vrouw een bezoek afleggen in een ander dorp, nogal een eind weg. Ze moest ook een stuk door het oerbos, maar ze kende het pad en het was klaarlichte dag. Ze liep daar heel rustig, in haar ene hand een palmblad als zonnescherm en in de andere hand een mandje met koekjes. Ze brengen daar ginds altijd wat mee als ze op bezoek komen. Aardige gewoonte, zei de professor. Ze was een kokette vrouw, netjes aangedaan voor de gelegenheid, in haar mooiste sarong en baadje, haar haar gewassen, bloemen achter haar haarwrong, gepoeierd, geparfumeerd. Toen ze wist niet hoe, gekraak om zich heen horen, van één kant, van verschillende kanten, ze schrok ervan en wist niet goed wat ze doen moest. Ze kon ook niets doen, want ineens zag ze dat ze omringd was door zeker wel een stuk of vier olifanten, die het pad voor en achter haar versperden en die langzaam dichterbij kwamen, tot ze vlak om erheen stonden, om zo te zeggen tegen haar aan. Vier olifanten, zulke grote had ze nooit eerder gezien. Het zouden alle vier wel mannetjes olifanten zijn, dacht zij. Ze had wel eens gehoord dat het enige was in zo'n geval doodstil te blijven staan. Dan denken ze misschien dat het een boompje of een stuk hout is, maar dat dachten ze in het geheel niet. Eerst keken ze alleen naar haar met die kleine slimme oogjes. Toen hieven ze hun slurf langs haar heen omhoog en snoven de lucht op. Ze vonden zeker dat ze lekker rook. En daarna begonnen ze, maar voorzichtig, haar met hun slurf af te tasten, te besnuffelen. Ze namen haar het mandje uit de hand en haalden er alle vier een koekje uit, dat ze met hun slurf naar hun bek brachten en opaten. Lekker vonden ze dat. Ze trok haar doekje van het hoofd, bevoelde haar haar, haar haarwrong, en trok er een haarspeld uit, zodat haar mooie lange zwarte haar losviel. Dat bevoelde ze toen ook, snoven. Ze had juist haar haar met citroen gewassen, vers geolied. De kanangabloemen van achter de haarwrong stopten ze in hun bek om te proeven, maar die waren bitter. En die spuugde ze weer uit. Ze gingen verder, trok haar losse kabaai uit en maakte de slendangdoek om haar borsten los, de band van haar sarong. Daar stond de vrouw poedelnaakt tussen hen in, met alleen het palmblad in haar ene hand. De olifanten, alle vier, gingen rustig verder haar met hun slurven te betasten, te bevoelen, overal waar ze maar bij konden. Zo voorzichtig. Bang was de vrouw eigenlijk niet meer, totdat ze toch te vrijpostig werden. En toen gaf zij ze om beurt een klein tikje met haar palmblad op hun slurf en ze zei, dat is te erg. In het Maleis, natuurlijk. Toen stonden die vier olifanten in stokstijf om haar heen. Ze liet haar los, staken hun slurf recht omhoog en trompetterde heel hard, zoals olifanten dat wel doen. De
Vrouw kromp ineen van schrik. Ze dacht dat ze boos op haar waren en dat dit het einde was, dat ze haar nu vermorzelen zouden. Maar nee, er gebeurde niets. En aan tijd begreep ze dat dat getrompetter hun manier van lachen was. Ze keek ook zo oorlijk met die kleine oogjes van hun. En ze lachte maar al door, omdat ze dat zo gezegd had van te erg en hun een tik gegeven had. Toen draaiden alle vier olifanten zich om en galoppeerden weg. Toen ze al ver weg waren, hoorde de vrouw ze nog eens trompetteren. Ver weg, met alle vier windstreken. Ze lachte nog altijd om haar. Te erg. Ze heeft het mezelf zo verteld, zei de professor. Zijn zoon zei ditmaal niet van, nou pa. De twee jongens hadden ontdekt in welk boek dit verhaal stond, maar anders. Het was aardiger, zoals de professor het vertelde.